Dit is college 12. In dit college gaan we praten over de donkere kant van de mens. Onze neiging om anderen pijn te doen en kwaad te doen. We gaan praten over agressief gedrag. En in dit eerste gedeelte van het college gaan we praten over de verschillende theorieën die er zijn, die ons kunnen helpen om agressief gedrag te verklaren. Maar voordat we dat gaan doen, laten we eerst gaan kijken naar een definitie van agressie. Ik denk dat we allemaal wel een soort van idee hebben hoe agressie eruit ziet, zoals je ziet hier op dit plaatje. Maar de definitie is als volgt. Agressie is bewust gedrag, dus bewust gedrag, je kiest ervoor om dit te doen, met als doel om een ander te kwetsen. En dit kan zowel fysiek zijn, dus lichamelijk kwetsen, of psychisch, emotioneel. Dus het is belangrijk dat er verschillende dingen zijn. Het is bewust gedrag. Het heeft een doel. Het doel is echt om iemand pijn te doen. En het is dus schadelijk. Het doet iemand anders pijn, zowel lichamelijk of geestelijk. In die zin is het dus ook belangrijk om het te onderscheiden van iets als assertiviteit. Wat er ook soms agressief uit kan zien als iemand voor zichzelf opkomt en zijn stem verheft bijvoorbeeld om voor zichzelf een pleidooi te houden als iemand bijvoorbeeld onredelijk behandeld wordt. Dat is misschien ook wel gedrag wat agressief naar voren komt, maar dat heeft niet als doel om iemand anders pijn te doen. Dat heeft als doel om voor jezelf op te komen. Dus zolang je niet als doel hebt om iemand anders pijn te doen, is het geen agressief gedrag. Nou, agressief gedrag komt in heel veel smaken en vormen soorten. We gaan nu verschillende soorten agressie bespreken. Ten eerste fysiek versus verbaal. Fysiek is natuurlijk heel simpel. Als iemand bijvoorbeeld een klap geeft of iemand schopt, nou, dat is fysieke agressie. Verbaal is iemand uitschelden bijvoorbeeld. Heb je ook nog een verschil tussen direct en indirecte agressie? En directe agressie is echt face-to-face, dus je staat tegenover iemand en je gedraagt je agressief. En indirect is achter iemands rug om. Bijvoorbeeld roddelen. Roddelen is ook een vorm van agressie. Het is niet direct gericht op een persoon, maar het is achter iemands rug om kwaad spreken over iemand anders met de bedoeling om die ander dus pijn te doen. Dat is wel een belangrijke toevoeging hiervan. Dan heb je ook nog offensieve versus defensieve agressie. Nou, offensief wil zeggen dat jij echt degene bent die de aanval inzet. En defensief is agressie uit verdediging, dus om jezelf te verdedigen. En tot slot is er nog een verschil tussen vijandige agressie en instrumentele agressie. Nou, daar ga ik even een slide aan wijden om dat uit te leggen. Nou, vijandige agressie is agressie waarbij agressief gedrag vertonen het enige doel is. Het is heel vaak, komt vijandige agressie voort uit frustratie. Iemand die triggert jou, iemand provoceert jou. En je kan je gewoon niet inhouden. Je gaat gewoon gelijk agressief gedrag vertonen. Dus dat is echt heel impulsief. Het is vaak heel emotioneel. Je voelt van allerlei emoties, ben je vaak heel boos. En je hebt geen ander doel dan alleen maar ik wil diegene pijn doen. Dat is vijandige agressie. In tegenstelling tot instrumentele agressie. Instrumentele agressie, daarbij wordt agressie eigenlijk gebruikt om een ander doel te bereiken. Dus bijvoorbeeld iemand die een bank gaat overvallen, die kan een vuurwapen meenemen. En ook mensen bedreigen of agressief gedrag vertonen. Maar dan is het doel niet pijn doen. Het doel is om de buit binnen te halen en geld te stelen. Dus dan is het eigenlijk agressie als soort van middel om een hoger doel te bereiken. Dus het is belangrijk om dat verschil tussen vijandige agressie en instrumentele agressie te kennen. Maar waarom zijn mensen nu agressief? Waarom kunnen ze agressief gedrag vertonen? Daar zijn verschillende theorieën over. Er zijn er vier die ik vandaag met jullie ga bespreken. De eerste verklaring is dat agressie essentieel is om te overleven. De tweede is dat agressie een biochemische reactie is. Het is gewoon onze reactie op iets wat in ons lichaam gebeurt. Een biochemische toestand. Agressie is aangeleerd sociaal gedrag. Of agressie is een reactie op frustratie. Nou, laten we eens beginnen met die eerste verklaring. Agressie is essentieel om te overleven. Nou, wie zou dat nou bedacht hebben? Wie zou nou denken dat het belangrijk is voor de overleving? Nou, dat zijn natuurlijk evolutionair psychologen. Jullie kennen ze inmiddels een beetje. En die evolutionair psychologen die stellen dus eigenlijk dat wij alle gedragingen die wij vertonen, dat die het product zijn van jarenlange evolutie. En die evolutie heeft eigenlijk maar één doel. En dat is het overbrengen van onze genen. Dus we willen zelf overleven. We willen zelf doorleven. We willen onszelf beschermen. En we willen onze genen beschermen. En daarom willen we ons voortplanten. En daarom willen we ook de mensen om ons heen, met wie we een genetische connectie hebben, met wie we een bloedband hebben, die willen we ook beschermen. En dit hebben we ook al in college 11 besproken, toen we hadden het ook over verwantschap. En dat verwantschap ook ertoe leidt dat mensen anderen gaan helpen.
Dat we dus meer geneigd zijn om anderen te helpen als dat mensen zijn die genetisch aan ons gerelateerd zijn. En vooral onze kinderen, die helpen we, ja, die willen we inherent helpen. Dat zit heel erg in onze aard. Nou, op diezelfde manier willen wij ook agressie vertonen op het moment dat die kinderen gevaar lopen. Dus op het moment dat andere mensen in jouw familie en vooral je kinderen bedreigd worden of gevaar lopen, ja, dan kunnen wij heel agressief worden omdat we die, ja, die kinderen willen beschermen. Omdat het echt gaat over overleving van onze, onze genen. En volgens de evolutionaire theorie is het ook zo dat mannen agressiever zijn dan vrouwen, fysiek agressiever zijn dan vrouwen. En dat zijn ze voor twee redenen. Ten eerste om dominant te zijn over andere mannen. Net zoals dat we in de dierentuin zien met een boquito-aap die heel agressief is om te zorgen dat hij de baas is over alle andere apen. Dat, en mensen hebben dat ook in zekere zin, volgens de evolutionair psychologen. Dus ze willen domineren over andere mannen. Omdat als je domineert over anderen, dan heb je natuurlijk meer keus tussen verschillende vrouwen. Waardoor je je dan weer beter kan voortplanten en je genen kan beschermen. En ten tweede zijn mannen ook fysiek agressiever om hun vaderschap veilig te stellen. Dus mannen zouden meer seksueel jaloers zijn dan vrouwen. Omdat er bij mannen toch altijd een risico is dat zij het kind van iemand anders gaan opvoeden. Als hun vrouw hen seksueel ontrouw is. Ja, dat is ongeveer het ergste vanuit de evolutionaire psychologie wat je kan overkomen. Want stel je nou toch eens voor dat jij gaat investeren in een kind van iemand anders. Die genetisch niet bij je, van jou gerelateerd is. Ja, dat is niet. Dat wil de evolutietheorie niet. Dus dat is het idee van de evolutietheorie. Mannen zijn agressiever dan vrouwen. Dat is ook een beetje een stereotyp beeld. Hè, dat mannen agressiever zijn dan vrouwen. Net als dat vrouwen behulpzamer zouden zijn dan mannen. Iets wat we in college 11 hebben besproken. Maar is dit nou waar? Zijn mannen nou agressiever dan vrouwen? Nou, laten we eens gaan kijken naar extreme vormen van agressie. En te beginnen met de meest extreme vorm van agressie, namelijk moord. Iemand vermoorden. Nou, vrij extreme vorm van agressie. Ik kan niet iets extremers bedenken dan dat. Dus kijken we nou naar de daders en slachtoffers van moorden, dan zien we een heel duidelijk beeld. Als je kijkt naar moorden waarbij zowel de dader als het slachtoffer een man is, is dat 65% van de gevallen. 65% van alle moorden worden zowel gepleegd door een man en daarbij wordt ook een man vermoord. Dan de twee na grootste groep is nog steeds de dader een man en het slachtoffer de vrouw. Dat is 22%. En dan zie je dus al dat in 87% van alle moorden is de dader een man. Dat is overweldigend. Dus verreweg de grootste kans als je vermoord wordt, dat je vermoord gaat worden door een man. Vrouwen die kunnen ook wel moorden plegen. En als ze dat doen, doen ze dat het liefst op een man. Dus een dader, een vrouw, een slachtoffer, een man. 10% van de moorden. En dat een vrouw een andere vrouw vermoordt, gebeurt echt bijna nooit. 2% van de moorden wordt gepleegd door een vrouw en is het slachtoffer ook een vrouw. Dus als het gaat om. En we zien dit ook bij andere extreme vormen van geweld en agressie. Bijvoorbeeld verkrachtingen of brute mishandelingen. Verreweg het meest gepleegd door een man. Dus er zijn echt sterke aanwijzingen dat mannen fysiek veel agressiever zijn dan vrouwen. Maar als je gaat kijken naar andere vormen van agressie. Want we hebben eerder gezien, hè, er zijn heel veel soorten, smaken in agressie. Dan is het plaatje wel wat gecompliceerder. Zo vertonen vrouwen wat meer relationele agressie. Dus in een relatie kunnen ze agressiever gedrag vertonen. En vertonen ook meer indirecte agressie. Dus bijvoorbeeld roddelen. Dat doen vrouwen weer vaker dan mannen. Dus het is niet zo dat ze in het algemeen mannen agressiever zijn. Maar wel als het gaat over fysieke agressie. Nou, waarom is dat nou zo? Waarom zijn mannen agressiever dan vrouwen? Misschien heeft het iets te maken met dit spulletje. Testosteron. Hebben jullie vast allemaal wel eens van gehoord. Testosteron is een hormoon. Wat zowel aangemaakt wordt door mannen als vrouwen. Maar wel meer door mannen dan door vrouwen. En er is een idee dat testosteron leidt tot meer agressief gedrag. En dat is niet alleen een idee. Dat blijkt ook uit onderzoek. Zo is het zo dat als je kijkt naar de natuurlijke testosteronspiegels van gevangenen die veroordeeld zijn voor gewelddadige misdaden. Dus misdaden ja, waar geweld, waar agressie mee gepaard gaat. Dan hebben die een hoger niveau testosteron dan gevangenen die in de gevangenis zitten voor iets wat niks met geweld te maken heeft. Met bijvoorbeeld fraude of iets anders niet gewelddadigs. Dus er lijkt echt een verschil te zijn. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar jeugddelinquenten. Die hebben ook een hoger testosteronniveau in vergelijking met studenten van dezelfde leeftijd. Dus er lijkt wel iets aan de hand te zijn. Ook is het zo dat laboratoriumdieren, als die geïnjecteerd worden met testosteron, worden ze ook agressiever. Dus er lijkt een verband te zijn tussen testosteron en agressie. Maar verreweg, het meeste van dit onderzoek is wel correlationeel.
Dus dan kijk je naar natuurlijke verschillen tussen testosteron en agressief gedrag. En dan is het natuurlijk lastig, zo niet onmogelijk, om te praten van oorzaak en gevolg. Dus het is belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Daarbij is het wel ook zo dat testosteron niet blindweg leidt tot meer agressie. Er zijn twee verschillende hypotheses die stellen dat testosteron alleen maar in bepaalde situaties leidt tot meer agressief gedrag. De eerste stelling is de uitdagingshypothese. En dat wil zeggen dat testosteron alleen leidt tot meer agressie als er mogelijkheden zijn voor voortplanting. Dus op het moment dat je je kan voortplanten, dan leidt testosteron tot meer agressie, volgens de uitdagingshypothese. Echt weer duidelijk zo'n hypothese uit de stal van de evolutionair psychologen. De volgende theorie is de duale hormoonhypothese. En dat wil zeggen dat testosteron alleen maar samenhangt met dominant gedrag en agressief gedrag als cortisol, het stresshormoon, laag is. Dus alleen als jij niet gestrest bent, je voelt je relaxed, je voelt je in controle, dan leidt meer testosteron tot meer dominant gedrag. En beide van deze hypothesen stellen eigenlijk dat testosteron vooral samenhangt met instrumentele agressie. Dus als je een bepaald doel kan bereiken, bijvoorbeeld jezelf voortplanten of je dominante positie verstevigen, dan leidt testosteron tot meer agressie. Nou, testosteron is ook meteen het eerste voorbeeld van een biochemische invloed. De hormonen die door ons bloed zuizen, dat zijn biochemische invloeden op ons gedrag. Nou, testosteron hangt dus samen met agressie, daar is in ieder geval een link tussen. Maar wat kan nog meer een rol spelen? Nou, een goedje wat ook een rol kan spelen is alcohol. En alcohol leidt niet direct tot meer agressief gedrag, maar alcohol verlaagt wel je inhibitie. Dus je wordt impulsiever als je alcohol hebt gebruikt. En vooral in een setting waarin er dan veel testosteron is, kan dat wel degelijk leiden tot meer agressief gedrag. Zo zien we dat ook als je kijkt naar geweld bij het uitgaan. Dat is heel vaak een combinatie tussen alcoholgebruik en mannen met veel testosteron. Dus verreweg de meeste geweldsincidenten, ook tijdens het uitgaan, wordt gepleegd onder mannen. Mannen zijn ook tijdens het uitgaan overigens lopen de grootste kans om slachtoffer te worden van geweld. Van andere mannen dan weer. Dus alcohol, testosteron, geen hele goede combinatie, leidt tot veel agressief gedrag. Nou, is er dan ook een goedje wat je kan nemen wat je minder agressief maakt? Ja, dat is er. Dat is er zeker. Wat je eigenlijk nodig hebt is veel serotonine. Serotonine is een ander hormoon. Eigenlijk een neurotransmitter, als je heel specifiek wil zijn. En serotonine wordt dus aangemaakt door je brein. Dat gebeurt automatisch. En serotonine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Dus als je serotonine aanmaakt, word je super happy. Mensen doen dat van nature. En soms doe je dat meer dan andere momenten. Dus ene moment op de dag of ene dag ben je blijer dan andere dagen. Dus dat fluctueert een beetje. Als je een hele goede dag hebt, zit je lekker in je serotonine. Als je een beetje down voelt, zit je waarschijnlijk laag in je serotonine. Maar die serotonine kan je ook beïnvloeden door dit goedje te gebruiken. Ecstasy. Of specifiek MDMA, dat is het werkzame bestanddeel van ecstasy. En als je MDMA gebruikt, dan gaat je serotonine niveau omhoog. Dus je brein gaat als een gek serotonine loslaten. En dat gaat dan door je bloed zuizen en daar word je blij van. Joh. Kijk maar eens even mee. Hier zie je wat er gebeurt als wij ecstasy gebruiken. Onder normale omstandigheden zie je hier dat serotonine dat een beetje rondzwerft in ons bloed en in ons brein. Als je ecstasy gebruikt, dan is dat echt veel hoger. En dan voel je je ook hartstikke lekker. Tenminste, de meeste mensen voelen zich heerlijk als ze dat hebben gebruikt, omdat je gewoon super blij bent. Ben je dus helemaal niet agressief, want dan ben je heel happy en dan denk je, iedereen is mijn vriend en je bent helemaal gelukkig. Maar na het gebruik van ecstasy, dan zie je dat die serotonine een soort van opgebruikt is. En zo lijkt het ook echt te werken. Dus ons brein maakt normaal gesproken een bepaalde flow van serotonine aan. Maar als je dan ecstasy gebruikt, of MDMA, dan wordt dat eigenlijk allemaal in één klap losgelaten. En dan ben je op dat moment wel heel blij. Maar daarna heeft je brein moeite met het produceren van serotonine. En na het gebruik van ecstasy kan je dus ook depressieve gevoelens ervaren. Kan je echt neerslachtig worden. En dat voelt helemaal niet lekker. En dat houdt dan een periode aan. Veel mensen die ecstasy gebruiken weten dit ook wel. Dat ze een beetje depressief zijn op dinsdag. Normaal gesproken na het gebruik van ecstasy in het weekend. Maar er zijn ook aanwijzingen, en dat is wat heel veel mensen niet weten, is dat het gebruik van MDMA ook op lange termijn je breinstructuur kan veranderen. En dat is eigenlijk best wel beangstigend als je erover nadenkt. Dit is onderzoek wat is uitgevoerd bij apen.
En die apen die kregen MDMA, ecstasy, toegediend, 4 dagen lang. Ze hadden 4 fantastische dagen. En 4 dagen lang kregen ze 2 keer per dag ecstasy toegediend. En nou, die apen die, gingen die 4 dagen hartstikke lekker. En daarna werd, na 2 weken, een deel van die apen werd vermoord. Ja, dat klinkt een beetje zielig, maar dat is echt gebeurd. De breinen van die apen werden bekeken. En je zag, dat is het middelste plaatje wat je hier ziet, 2 weken na het gebruik van ecstasy, dat er bijna geen serotonine in de breinstructuren aanwezig was. Dus dat was echt bijna helemaal opgebruikt. Zelfs 2 weken na het gebruik, wel intensief gebruik van MDMA. Sommige van die apen die bleven leven en die werden 7 jaar later alsnog vermoord. En de breinen werden bekeken van die apen. En je ziet dat 7 jaar na het gebruik van ecstasy is er wel weer meer serotonine in het brein aangemaakt. Maar niet zoveel als in de controlegroep. Dus niet zoveel als in een groep apen die nooit serotonine, die nooit MDMA hebben gebruikt, die nooit ecstasy toegediend hadden gekregen. Dus dit is eigenlijk een best wel een sterke aanwijzing. En dit is natuurlijk onderzoek bij apen en niet bij mensen. Maar toch, er is eigenlijk weinig theoretische reden om te bedenken dat dit bij mensen anders zou zijn. Dus er is een vrij grote kans dat als jij heel intensief MDMA gebruikt, heel veel ecstasy gebruikt, dat jouw brein eigenlijk opnieuw geprogrammeerd wordt en moeite krijgt met het produceren van serotonine. Dus dat je in het algemeen, als je geen drugs gebruikt, geen ecstasy gebruikt, minder blij bent, minder serotonine aanmaakt. En dat dat dus ook niet meer herstelt. Dus dat is wel goed om in je achterhoofd te houden. Voor het geval als je binnenkort weer eens een feestje hebt. Nou, laten we dan doorgaan naar de volgende theorie die ons kan helpen om agressief gedrag te begrijpen. Dat is de sociaal-cognitieve leertheorie. Die is opgesteld door Albert Bandura, je ziet hem hier. En Albert Bandura stelde dat wij eigenlijk al ons sociale gedrag leren door te kijken naar anderen in onze omgeving. Hier hebben we het al eerder over gehad, we leren door imitatie. En vooral door het imiteren van onze ouders, van de mensen die ons opvoeden. Dus wat heb je geleerd toen je jong was? Hoe gedroegen jouw ouders zich? En als je ouders heel erg agressief waren, of bijvoorbeeld in het verkeer heel veel gingen schelden achter het stuur als ze weer een bumperklever hadden, ja, dan leer je dat en dan neem je dat over. Dus als je blootgesteld bent aan agressie, dan word je zelf ook groeien op tot een agressiever persoon. Dit is ook gebleken uit een onderzoekje naar agressief gedrag bij kinderen. En dit onderzoek is uitgevoerd door Bandura in 1961 aan Stanford University. En in dit onderzoekje werden kinderen blootgesteld aan een situatie waarin ze eerst gingen kijken naar een volwassene die in een ruimte zat met een bobo-doll, een bobo-pop. Dat is een soort van plastic opblaasbare pop. En sommige van die volwassenen die demonstreerden agressief gedrag naar die plastic pop. Vervolgens werden die kinderen ook in een situatie geplaatst. En er werd gekeken naar hoe gaan die kinderen zich nou gedragen ten opzichte van die plastic pop. Kijk maar eens even mee hoe dat onderzoek in zijn werk ging. The Bobo Doll Experiment was a study conducted by Albert Bandura to investigate if social behaviors can be learned by just watching others in the action. In the hit television show, Big Little Lies, tensions run high as an unknown child is accused of choking another student. And throughout the series, this is a little spoiler, the child is revealed as the character Max. Max actually has an abusive father, and once Max's mother realizes that her child is learning behaviors from her husband, she decides to take action. And this cycle of abuse is very sad, but it's extremely common in today's world. Many abusers were abused themselves or grew up in an abusive household. These ideas might seem obvious, but in the mid-20th century, evidence that support these ideas were just starting to become known. So, what is the Bobo Doll Experiment? In 1961, Canadian-American psychologist Albert Bandura conducted this experiment at Stanford University. He placed a few children in a room with an adult, some toys, and a 5-foot-tall Bobo Doll. If you don't know what that is, a Bobo Doll are large inflatable clowns that are kind of shaped like a bowling ball pin, so they always roll upward if they're punched or knocked down. Anyways, this experiment made Albert Bandura one of the most famous psychologists in the history of the world. To this day, he is listed in the ranks of Freud and B.F. Skinner. And in this video, I'm going to explain the Bobo Doll experiments, how they changed the world of psychology, and how they still have an impact on us today. So let's get started by talking about Bandura's first Bobo Doll experiment. It was in 1961, and he conducted this experiment in 3 different parts: modeling, aggression arousal, and a test for delayed imitation. So stage 1 was modeling, and the study was separated into 3 groups, including a control group. 2 of the groups were in a room with a model, who was basically just an adult.
One group witnessed the adult punching the Bobo doll repeatedly, using harsh and aggressive language against the inflatable clown. And some of these models chose to hit the Bobo doll over the head with a mallet. Now, the second group actually did not see this behavior. They simply observed the model playing with blocks or coloring or doing other non-aggressive childhood activities. The idea here is to separate the groups to see if they are actually watching the models, and then if they imitate those behaviors. So stage two is aggression arousal. So after 10 minutes of being in the room with the model, the child was then taken into another room. Now, this room had all kinds of attractive toys, and briefly, the researchers let the children play with these toys. But once they were engaged in the middle of playing with them, the researchers came in and took the toys away, and then they brought the children into another room. Now, it's easy to guess, and that was actually the point, that the children were frustrated. But the researchers wanted to see what these children would do and how they would release their frustration. This stage is called aggression arousal. Now, stage three is actually the test for delayed imitation. So the third room contained a set of aggressive and non-aggressive toys. The room also had the Bobo doll. Researchers watched and recorded each child's behavior through a one-way mirror. You might be asking, what happened? Well, as you can probably guess, the children that observed the adults hitting the Bobo doll were actually more likely to take out their frustration by hitting the Bobo doll. They kicked, yelled at, and even used the mallet to hit the doll on the head. I think one of the most important parts is that the children that observed the non-aggressive adults were more likely to stay away from the Bobo doll and take their frustration out without aggression or violence. And this means a lot. It means from an early age, sometimes, and mostly too early to remember, we are actually learning how to cope with frustration and negative situations just by watching our parents. And the problem is, nobody picks their parents, which means you could be modeling healthy behavior or really unhealthy behavior. Nou, dat brengt ons bij de laatste theorie die ons kan helpen om agressie te verklaren. Dat is de frustratie-agressietheorie. Misschien wel de meest simpele theorie die je in deze hele cursus gaat horen. Het stelt namelijk simpelweg dat het moment dat wij gefrustreerd zijn, dat er een grotere kans is dat we agressief worden. En die frustratie, dat betekent eigenlijk dat wij gehinderd worden in het bereiken van onze doelen. En vooral als dat doel heel erg dichtbij is, dus je was er bijna. En als de frustratie heel onverwachts is, ja, dan kan je heel agressief worden. Ja, ik heb dat laatst zelf gehad toen ik mijn college aan het maken was, mijn college slides. En ik had ze bijna af. En ineens, toen stopte mijn computer ermee. En dat was heel onverwachts. En ik snapte niet waarom, ik deed niks. En hij viel ineens uit. En het was ook niet opgeslagen wat ik allemaal had gedaan. Nou, toen dacht ik, frustratie-agressietheorie klopt helemaal. Ik ben gefrustreerd, ik heb mijn doel niet bereikt, het was onverwachts. Agressieve neigingen. Dus ik heb nog net niet gedaan wat deze meneer hier op de foto deed, maar ik kwam wel in de buurt. Die frustratie-agressietheorie die kan ons ook helpen te begrijpen waarom agressie vaker voorkomt in bepaalde gebieden in de wereld. Gebieden die eruit zien zoals je het hier ziet. Gebieden met relatieve deprivatie, zo noemen ze dat. Dat is een situatie waarin mensen een verschil ervaren tussen wat ze zelf hebben en wat anderen hebben. En als ze dat verschil heel erg oneerlijk vinden, dan ervaar je relatieve deprivatie. En dat leidt is ook heel erg frustrerend. Dus je kan je voorstellen dat als je net aan de verkeerde kant van de muur geboren bent, dan is dat super frustrerend om te kijken hoe andere mensen die in hetzelfde land geboren zijn, maar net een stukje verder weg, dat die alle mogelijkheden hebben, alle middelen. En we zien dan ook dat in gebieden waar heel veel inkomens ongelijkheid is, dat er veel meer agressie is, veel meer geweld, meer moorden, meer verkrachtingen, meer ruzies. Ook op basisscholen zijn meer ruzies, meer conflicten tussen kinderen in gebieden met veel inkomensongelijkheid. Dus het is belangrijk om dat ook te bestrijden en dat de wereld net wat gelijkmatiger is. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat frustratie niet altijd tot agressie leidt. Dus er zijn momenten dat je gefrustreerd bent en dat je toch niet je computer uit het raam gooit. En dat is dus belangrijk om je te begrijpen, dat die situationele verschillen cruciaal zijn. Natuurlijk, want daar hebben we het over in deze cursus. En in deel 2 van dit college gaan we daar uitgebreid verder op in.